Hallo kijkers, tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe video van Minecraft Survival. Ik weet het. Het is al een hele lange tijd geleden sinds ik nog een Minecraft video heb gemaakt. Ik weet niet eens hoe lang geleden, maar toch wel een hele tijd geleden. Ik ben nu bij het shopping district. In een van de vorige video's, die al ondertussen al een paar maanden oud is, heb ik dit hier gemaakt. Maar dit was mijn shop, die er al een paar maanden staat en ik heb niet echt iets verkocht deze keer. Ik heb al wat diamonds weten te verkopen en daardoor eentje in de brie gekregen. Dus dit hier is ook heel erg veranderd. Hier hadden we een paardenshop. Hier kan ik nog tools kopen. Die is volgens mij van Zeppos. En er is ook zo'n nieuw ding van dat je kan stemmen op de burgemeester. Wat is dit? Voortstijn. We gaan hier even naar het secret shopping district. Kan ik hier nog naar beneden gaan? Waarschijnlijk via dat water hier, daar zo. De zwarte lotus. Gevonden voorwerpen. Ik vind het wel een leuke brug. Oh ja, hier was ook de blokken van die watertempels. Oh nee, creeper. Ik kan maar meteen weggaan voor ik nog iets laat exploderen. Ik heb ook een nieuwe grote basis gemaakt. Laat ik zo wel even tonen. Oké, we gaan naar boven weer. Ik ben in één keer doodgegaan toen ik op dit eiland landde. Ik landde echt zo letterlijk net hier. En ik ging dood. Ik had blijkbaar niet genoeg levens meer. En ik spat eenmaal uit elkaar. Ik krijg een beest 2.0. Ja, deze basis is al best groot geworden. Ik had ook een beetje in de livestream had ik een klein beetje aan gewerkt. En oh, daar zie ik nog even een pocket dat daar nog geplaatst moet worden. Laat ik dat nu ook even doen. Ik ga ook jullie even een timelapse tonen, want ik had een timelapse gemaakt terwijl ik bezig was met het dak en die komt dan nu in beeld. Zo, dat was dus het timelapse. Het hele dak is af. Ik had gebruik gemaakt van die nieuwe blokjes. Ik was eens uitproberen. Wat ik eigenlijk nog moet doen is heel dit gebouw inrichten, want het is nog een beetje leeg. Ja, hier stond eerst een wenteltrap, maar die had ik weggehaald. De nieuwe wenteltrap. Misschien kan ik hier ook een groot kattenhotel van maken, want hier spawnen best veel katten. Hier is weer een kat. Dat komt eigenlijk door die villagers daar zo. Bij een village spawnen er nu tegenwoordig vaak katten. De wenteltrap is daar zo. Oh, skeleton. Ik moet misschien ook best verlichten. Maar ik heb nu even geen fakkels bij me. Daar was ik al bezig met een soort van sorteersysteem. Hier komen alle items die je kan vinden in de Nether. Dus je hebt dit. Kan je allemaal vinden in de Nether. En eigenlijk, je kan eigenlijk best, sinds de nieuwe update zijn er echt heel veel items die je kan krijgen in de Nether. Ik vind zelfs dat het wel iets te veel is. Oké, basalt zou er normaal hierin moeten komen. Dus we gaan even hier basalt in doen. En dan als het goed is, zou het pas al hier moeten komen? Ja, het komt al. Wat als ik hierboven nog zo'n sorteersysteem maak? Ik heb daarvoor even een idee. Oh, reclame weer. Laten we dit even weghalen. Oh, heeft hij dat echt helemaal zelf gemaakt? Heeft hij waarschijnlijk veel werk in gestoken? Moet even weer glowstone verzamelen. Oh ja, er is ook zo'n nieuwe NSD gebouw. Dat is daar zo.
Maar ik heb eigenlijk niet echt iets te zoeken, dus laten we weer weggaan. Dat is allemaal, heeft allemaal te maken dat gebouw met al die nieuwe verkiezingen en zo op de server. Ik denk dat we vanaf volgende week of zo kunnen kiezen op wie op de burgemeester is gaat worden en zo. Heb ik Silk Touch? Toch ergens? Ja, hier heb ik Silk Touch. Kan ik het mooi meenemen? Oppassen, want daar is ook lava. Daar wil je echt niet in vallen. Oh, ik heb nog blijkbaar twee glowstone vergeten. Laat ik die dan maar zitten daar. Ik wil dus hierboven ook nog een laag maken. Daarvoor heb ik weer meer kisten nodig. Maar ik moet even testen. Dus. Kan ik nog zelfs in de kisten komen? Ja, lukt nog net. Hoger moet ik het niet maken, want dan kan ik er niet meer in. Weer een nieuwe rij vol kisten. Je hebt eigenlijk nog best veel kisten hiervoor nodig. Je moet ook niet vergeten dat ze voor al die hoppers te maken. Ja, corona. heb je ook nog van. Om al die hoppers te maken heb je ook nog kisten nodig, dus het kost nog best veel hout om al die kisten te maken. Ik denk dat ik hier op screen ook weer verder ga werken, want ik ga dit niet in deze aflevering af kunnen krijgen. Dus voor deze hele laag moet ik de hoppers hierin komen. Ik heb eigenlijk ook nog een naam nodig voor dit gebouw, dus heb je een leuke naam voor dit gebouw? Haal het dan even weten in de reacties en dan gebruik ik het misschien wel als naam. Hier kan ik ook nog een idee om zo'n kamer te maken waar ik potions kan brouwen. Die moet nog opgevuld worden. Gedaan in de clipjes die je nu net zag is dit ding even hoger gemaakt zodat we meer opslag hebben van kisten. Ik had ook nog dit platform ook even net iets hoger gedaan dat ik hier een verhoogje heb, anders kon ik deze kisten niet meer in, want ik kan er nog zo nog net in. En ja, dit was dan de video, hopelijk vond je het leuk en dan zie ik je terug bij een volgende video, dus doei doei.